Namelijk de Try Not To Ja, en je mag niet lachen. Je mag niet lachen. Deze keer doen we het een hele bijzondere editie. Wat dan? Want we hebben... een nieuw boek. En wat voor boek? Een leesboek? Nee. Een doelboek? Nee. Een mappenboek. We hebben een mappenboekje. Jullie hebben vorig jaar allemaal moppen ingestuurd. En er is een superleuk moppenboekje uitgekomen. We hebben de allerleukste moppen uitgezocht. En die staan er allemaal in. Je kan elke dag een mop lezen. En heel veel kinderen hebben het ingestuurd. Kijk, die staan ook helemaal achterin. Allemaal vermeld. Want als jij een mop hebt ingestuurd. Ja. Bijvoorbeeld Abby en Emmee en Amalia en ja. Amane en Emmy. Oh, dat is een oude naam. Ja, die hebben allemaal moppen ingestuurd. En dat is dit moppenboekje geworden. En het is denk ik onmogelijk om niet te lachen. Dat denk ik ook. Het zijn hele goede moppen. Het gaat echt pittig worden. Okay. En dat gaat lastig worden. We gaan om de beurt een mop zoeken in het boekje. En de anderen moeten een slok water nemen. Ja, dus als je. En dat water gaat er niet uit. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zijn wij er klaar voor? Ja, nog niet. Ik neem een slok water. Ja, ga ik Janne beginnen? Ja. Oké, okay, jij mag de eerste mop. Ja, ik heb er één. Zijn jullie klaar? Oké. Er zitten een 8 en een 0 aan de bar. Zeg de O tegen de 8. De 0 tegen de 8. Zit je riem niet te strak? Twee tomaten zitten op het strand. Zeg de ene tegen de andere. Wat wil je worden als je groot bent? Zegt de andere ketchup. Nog één? De buurvrouw weet dat haar buurman blind is. Op een dag wordt er een pakketje voor de buurvrouw afgeleverd bij de buurman. Ze gaat het pakketje ophalen in haar blootje. De buurman doet open en zegt: ik heb goed nieuws, buurvrouw. Ik kan weer zien. Hij kan weer zien. Dan ziet hij dat hij dat in de blootje staat. Oké. En wat kunnen we ervan leren? Nooit het pakketje ophalen in je blootje. Oké, ik heb een goeie. Ja, dan moet jij een slok water nemen. Saar zegt tegen Janna: het is maar goed dat wij niet in China geboren zijn. Waarom niet, vraagt Janna. Antwoordt Saar: omdat wij geen woord Chinees spreken. Dat is een goeie. Ik weet niet wie we hebben ingestuurd, maar die is leuk. Bram gaat naar de voetbaltraining. Maar na een kwartier komt hij alweer terug. Mama vraagt: waarom ben je nu alweer terug? Zegt Bram: ik ben mijn telefoon vergeten. Daar hoef je toch niet voor terug te komen, zegt mama. Had even gebeld, dan was ik hem komen brengen. Hoe heet de plas van de gymleraar? Gympies. Ja, mama. Jij bent. Poep en plasgrap. Ja, ik weet het niet. Poep en plasgrap zijn eigenlijk altijd de leukste. Oké, daar gaan we. De juf zegt tegen Janna: oh, je hebt eindelijk geen fouten in je huiswerk. Heb je het wel zelf gemaakt? Ja, juf, antwoordt Janna. Mijn vader had dit keer geen tijd. Je kan het beter zelf maken voortaan. Twee oenen lopen door de woestijn. De ene oen heeft een autodeur bij zich. De andere oen vraagt: waarom sleep jij die deur met je mee? Zegt de andere oen: nou, als het te warm wordt, kan ik lekker een raampje openzetten. Yes! De band gaat omhoog, maar beweegt niet. En traf. Ja. Die is goed. Komt bijna mijn neus. Uit je neus. Niet uit je neus, maar uit je mond. Oké. In mijn neus. Niet uit. Zijn jullie er klaar voor? Een spin en een duizendpoot spreken af in een restaurant. Nadat de spin al heel lang heeft zitten wachten, komt eindelijk de duizendpoot eraan. Waar bleef je nou? Vraagt de spin. Ja, sorry, zegt de duizendpoot. Er stond bij de deur een bord. Verplicht voeten vegen. Ja, dan ben je lang bezig. Waarom kan Einstein geen muur bouwen? Omdat hij maar Einstein heeft.
Hij heeft één steen. Ja. Kun je geen muur bouwen. Uit Einstein. Eén steen. Oké. Papa en Bram zitten in de trein. Ze eten een pik. Vraagt Bram, pap, mag ik iets zeggen? Nee, zegt papa, straks als ik mijn peer op heb. Als papa de peer op heeft, vraagt hij, wat wil je zeggen, Bram? Er zit een worm in je peer. En bah, dat is echt vies. Een agent roept naar Bram. Nee, je begint nu al te lachen. Ik moet nog beginnen. Een agent roept naar Bram, stop, je hebt geen licht en geen bel. Aan de kant, roept Bram, ik heb ook geen remmen. Oké. Wat is oranje en heel dapper? Hm? Wat is oranje en heel dapper? Hm? Een wortheldje. 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 Ja, die was goed. Janna gaat met papa naar de kapper. Als de kapper haar haren heeft geknipt, oh, wow, krijgt ze van de kapper een lolly. Hm. Papa zegt tegen Janna, en wat zeg je dan? Janna kijkt de kapper aan en zegt, mag ik nog een lolly? Deze gaat over mij. Over jou? Oh, denk ik ben benieuwd. Drie vrouwen gaan naar een feestje. Zegt de eerste vrouw, ik doe een rode jurk aan, want mijn man heeft rood haar. Zegt de tweede vrouw, ik doe een zwart jurkje aan, want mijn man heeft zwart haar. Zegt mama, ik ga naakt. Mijn man is kaal. Ja, laat die ging naar jou. Saar zit te wachten op de bus. Zegt de buschauffeur, ga er onmiddellijk vanaf. Snap je? Ze zit te wachten op de bus. Een beer en een konijn zitten naast elkaar te poepen. Sorry. De beer vraagt aan het konijn, vind jij het vervelend als er allemaal poep aan je vacht blijft plakken? Het konijn, daar heb ik niet zoveel last van. Vervolgens pakt de beer het konijn om zijn billen om af te vegen. Als jullie hem niet snappen, dan zeg ik het. Een appel en een drol liggen op straat. De appel wordt opgegeten, zegt de drol tot straks. Snap je? De appel wordt uitgepoept. Ja, hij wordt vanzelf een drol natuurlijk. Alles wat je eet wordt vanzelf een drol. Hebba! Poepgrapjes. Casey gaat naar de juf. En zegt, juf, ze noemen me de hele tijd schele Casey. Zegt de juf, ach, wat kan jou dat nou schelen, Casey? Saar zit in de klas en zegt, broem, 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 broem. De juf zegt, Saar, wil je even ophouden? Maar Saar blijft doorgaan, broem, 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 broem. Dan zegt de juf, Saar, ga nu naar de gang. Nee, zegt Saar, dat kan niet. De benzine is op. Saar zit in de klas. De meester zegt, wie als eerste mijn vraag beantwoordt, mag naar buiten. Saar pakt de steen, gooit hem door het raam en de meester roept, wie heeft dat gedaan? Saar zegt, ik mag nu naar buiten. Oh, niet leuk. Ik snap het niet. De meester zegt, wie het eerste vraag beantwoordt, die mag naar buiten. Als iemand een vraag beantwoordt, die mag naar buiten. Saar gooit de steen door het raam en zegt, wie heeft dat gedaan? Dat is een vraag. Zegt ze, ik mag nu naar buiten. Oh, Saar, echt zijn we wel erg zijn. Hey, dit was eigenlijk even de laatste, want het water gaat hard. Ja, het is gewoon op. Dus dit moppenboekje ligt nu in de winkel. Yes. Overal in de boekwinkels. Je kan hem ook online overal bestellen, maar koop lokaal. Dus als je van lachen houdt, is het boekje wat voor dan jou. Dan heb je deze zeker nodig. Hartstikke leuk als je lekker lang in de auto moet zitten op weg naar vakantie. Of gewoon je verveelt je middag. Of je hebt zin om thuis ook de Try Not To Laugh Challenge te doen. Dan heb je alleen maar het boekje nodig en een flesje water en je kan aan de slag. Ik zou het doen.
Zeker weten. Hey, en bedankt als je een leuke mop hebt ingestuurd, want hij staat er dan misschien wel in. Dat denk ik ook. Er staat een hele lijst met namen van kinderen die een mop hebben ingestuurd. Is die van jou er nou ook ingekomen? Maak even snel een story op Instagram met je mop. Of vond jij een van deze moppen ontzettend leuk, kan je die ook even opnemen in de story. En als je dan ons en Bruna daarin tagt, dan kan je een waardebon winnen. En dan kan je misschien wel nog een moppenboekje kopen. Ik zou het doen. Ik zou het doen. Hey, jullie hebben trouwens ook heel veel post weer ingestuurd. Ja, moppen ingestuurd en post. Dus daar gaan we nog even naar kijken. Maar voor nu, vond je het filmpje leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En abonneer op ons kanaal. Op deze video. Doei! Ik ga nog even een paar moppen doen. Ja, mag ik? Ja, oké. Okay. Ik heb er Sarah komt uit school. Vader vraagt, ja, waarom ben je zo laat? We hebben topografie gehad. En we hebben geleerd dat de aarde draait. Ik moest wachten tot ons huis weer voorbij kwam. Nick! Nick!
we got plenty of time. That we got plenty of time. That we got plenty of time. I don't know a thing about what this is like. I don't want to think about what's ahead. Plenty of time. I've got nothing else but you on my mind.